Je boys, Ivo is aan het slapen. Ja. Wakker worden, Ivo! Dit kan niet goed zijn. Het is kut als je boven de zaak woont. Dat ruikt er echt naar porno. Het is gewoon zo'n rukbunk foto. Altijd als ik content nodig heb, dan ben ik gewoon een Roderick te filmen en dan komt er meestal wel wat uit. Hier, weer 10 seconden gefilmd. Fuck, makkelijk is vlog gewoon, ik denk het. Ah. Dit werkt maar niet. Wow. Kijk uit! Niet doen! Heel nice also en zo, maar de zon staat hier pal op en het is echt fucking warm. Ja, heet, 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 heet. Ja, let's go boys. Mag je lichten? Oh, Alex, wat zou jij het wel trouwen? Hey. Hier zo. Master Chef Kok heeft verse chops gemaakt. What the mega verse. Ja, kijk even deze verse nieuwe tv. Ik dacht ja, hé, hey, een tv maakt dan toch wel uw huis af. Big flex. And now I'm going to take a shower. Vandaag zitten we niet op kantoor, want het kantoor wordt verbouwd. We hebben een kleine brainstorm sessie vandaag. Ja, en ik denk dat we even een assetje moeten gaan halen bij de shop. Anders valt er niet veel te brainstormen. Hey, vertel eens wat er gisteren was gebeurd. Ik was er van hardlopen hier daarna. Dus ik stond daar voor de deur even te wachten tot Roderick er kwam. En er komen ineens twee chicks langslopen en ze zeggen hey. En ze blijven stilstaan en zegt ja, ik vind het een beetje ongemakkelijk dit. Maar ik vind je echt heel knap en ik heb een hele erge behoefte naar seks. Maar waarom zeg je niet van yeah, I'm down, let's go? Ja, nou, ik weet niet wat ze nog meer doet, maar ze dat bij iedereen op straat doet. Dat is dus het rare. Ze was echt niet lelijk. We zijn meiden. Ik had weer een aantal minuten content nodig, dus hier hebben we ze. Ja man. Wat zijn we aan het maken vandaag, boys? We are making some nice chicken. Chicken! Zo maar. Ja. Wat zegt hij nou? Wat moet je horen, hè? Oh, de moeder! Oh, god. Ja, kijk, dit soort bullshit gebeurt er dus. Oh, dit is geen bullshit. Ik ben helemaal een de-stresser. Happy ending. Oké, nou pijpen. Joepje. Alex, waar kom jij vandaan? Valetta. We gaan lekker een milkshake halen. Yeah! Nee, ik heb vol. Is mijn vlog. Pet me. Wat heeft ze met jou dat dan? Ik heb gewoon een auto. Nee, je bent hier achterin getuige van het ontstaan van een relatie. Moet je het doen? Nee. Jawel, moet ik het doen? Ze wil mijn puist uitknijpen, maar dat was niet. Auw. Ik moet zeggen, TikTok 5 en vlieg daarna terug naar de wijk. Hoor jij praat maar wat. Yeah, boys, let's go. Hebben jullie geen plastic rietjes? Sorry? Hebben jullie geen plastic rietjes? Nee, die hebben wij niet meer. Dat is echt jammer, hè? Dat is voor schildpadden. Ja. Oh ja. Dit is toch ook plastic? Maak dan niet eens een fucking plastic rietje. Ik vind het echt waarom kut. Ga jij niet nu zie je een beeld, nu. Wacht, kun je dit nog? Oh ja, dit is. Dus waar, heerlijk werkdagje vandaag. Ik heb echt oprecht gereefd aan. Dus die jongen in de comments had gelijk. Werken jullie eigenlijk wel? Nee. Over wat de fuck zijn die aan het praten? Of fucking lactose, doe normaal. Daarom kan het komen dat hij thuis gaat. Iedereen krijgt fucking puist, dat is menselijk. Yep. Dat is net zoals mensen kanker krijgen van Cola Light. Nee! Ik ben de ongezondste persoon ter fucking wereld. Ik heb amper. Je hebt één grote puist op je nek. Maar luister. Ja, en daarom krijgen wij subsidie voor jou. De saus alleen is dus niet heel erg lekker. Nee. Jij belt namelijk ook gewoon op wat je moet doen met je bloedende dekbed. Het was 4 jaar geleden, Pik. Daar kan je niet over praten. Een echte man gaat om rood. Ja.